Aan het eind van de 18e eeuw was het Amsterdams of het Mokums dialect was nog heel duidelijk en heel afgetekend. Toen had je een centrum van Amsterdam en dat was onderverdeeld in 18 dialecten. Een van die dialecten was het Duvelshoeks. En we staan nu in het hartje van de Duvelhoek. Tenminste, de voormalige Duvelhoek. En dat is hier in de Regulus Breestraat. En de Duvelshoek die liep tot aan de Regulus Dwarsstraat. En waarom staan we hier? In het kader van de verkiezing van het Amsterdams mooiste woord. Op 2 is geëindigd de Piketanissy. Oftewel een borrel. Piketanissy heeft zijn oorsprong in de Duvelshoek. Zo rond 1887 was de grote man hier, de poppenspeler, Sampie. Hij lustte nogal een borrel, die Sampie. Hij had zelfs dat woord waarschijnlijk bedacht. Hoe had hij dat gedaan, Sampie? Hij lustte zelf graag een borrel, maar omdat hij ook vaak met zijn poppenspel op de Keizersgracht kwam, wat een betere buurt was in Amsterdam, en hij dus vaak in aanraking kwam met de wat geleerdere uitdrukkingen en de geleerdere lui, dacht hij van het woord pikkert, wat een oud woord, oud Amsterdams woord is voor borrel, dat kunnen we wel wat geleerder maken. Uitgang op us en uitgang op is, dat heeft een wat geleerdere klank. Een tweede variant is dat het terug te voeren is op pikkert en op tarus, wat een oud woord is voor graan. Als je dat combineert, dan krijg je dus dat je een graantje ging pikken. Wat nog steeds een weliswaar wat ouderwetse uitdrukking, maar toch een uitdrukking is voor een borreltje pikken. En het is vooral bekend geworden door Johnny Jordaan, die het lied heeft, of het vereeuwigd heeft in een lied. Een Piketanissy gaat er altijd in. Een Piketanissy gaat er altijd in.